Het echtpaar Diokromo Jota Runo heeft gisteren hun 60ste huwelijksjubileum, oftewel diamantenhuwelijk, gevierd. Wakadi Diokromo en Yeti Jota Runo stapten op 13 januari 1961 in het huwelijk te Komowijnen, waar zij buren van elkaar waren. Diokromo was 23 jaar toen hij trouwde met de 14-jarige Jota Runo. Zij wonen nu bijkans 50 jaar gelukkig samen in Paramaribo. Het echtpaar is nu gezegend met 4 zonen, 9 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen. Diokromo wil niet alleen een voorbeeld zijn voor jonge mannen, maar hoopt ook dat zij in een betere Suriname kunnen wonen. Maar nou den jonge boy, nou, ik kom vragen again. Ik hoop dat alasan ik kom morgen bunkopu. Alasan den jonge boy kan bereiken, lekker voor si baka. Ik hoop dat Suriname moet kom baka lekker voor si. Alasan bunkopu, alasan sikit-sikit moet gue. Districtscommissaris van Paramaribo Noordoost Ricardo Bola overhandigde het echtpaar een geldsbedrag bij de felicitatie. Hij hoopt dat het echtpaar gezond en gelukkig verder mag leven. Ik wens u namens de president en de regering van Suriname en alle medewerkers van het commissariaat en de districtscommissaris een gezond en een gelukkig leven verder, want u heeft bewezen. En u bent het voorbeeld voor ons allen, voor uw kinderen, kleinkinderen, maar ook voor alle aanwezigen hier, dat liefde echt kan bestaan en kan voortduren. Nogmaals van harte gefeliciteerd met deze bijzondere dag. Districtscommissaris Ricardo Bola van Paramaribo Noordoost. Hij bracht vandaag een bezoek aan het echtpaar Diokromo Jota Runo, die gisteren hun diamantenhuwelijk hebben gevierd.